rest helemaal voor en achterkant van die pop is precies hetzelfde. Maar dat is de bedoeling, je gaat die pop aankleden. Daardoor heb je zelf allerlei spulletjes meegebracht, of heel mooi papier, of stofjes, frutseltjes. Hierboven is haar en hoofd. Ongeveer de helft van je hoofd is voorhoofd en haar. Hallo. Hallo. Ik kan het gewoon horen. Mag eentje doen, de mannen, haal die uit het zakje. Dat, van wat dat? Van rood, oké. Leg die mannen maar in het midden neer. Wie van de communie heeft nou nog geen pot? Nee, dat is mijn broer. Oh, ja. Ja. Moet ik eerst nog dingen doen? Ja, ik ga eerst een bosje. 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 Ik ga eerst
Hey!
komen wij je binnen. Kijk, de kermis nooit verschilt voor deze grote dag. Stap, 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 we willen niet beginnen. De eerste keer dat Jezus in ons hartje komen mag. Zing het eigenlijk. Goed hè? Ik stel op voor allemaal. Ja, dat is wel.
plekje. Nee, ik ga.
Dat is een kijkje. Dat is een kijkje. Dat is een kijkje.
Thank you.
weer. Van tijd tot tijd zon, ook wolkenvelden en een enkele bui. Mogelijk met onweer en hagel. Het is een graad of 13. Morgen wisselvalliger en wat koeler. Dit was het NOS Journaal. Thank you.
Dat is geen leuk hekwerk. Goed zo, dankjewel. En een beetje lachen, hè. Kijk. Gaat van douche erin. Zo moet hij jagen dat het nog naar is. En nog eentje. Goed. Kijk. Je hebt er zin in, hè? Ja, dat is de zin. Mooi smaak, hè? Dank je wel. Even een beetje draaien. Zo, ja. Even een beetje omhoog gooien. Gaat je goed zo? Ja, nee. Nee, hoef ik helemaal niks te zeggen. Dat stijgt er zelf al. Echte grote modellen zijn het zo, hè. Hartstikke. Ja, ja. Hij is alles op vandaag, hè. Beetje op de dekant opzien. Goed zo. Ja. Even de sleutel een beetje draaien. Ja. Next top model, hè? Of niet? Beetje openmaken, voor mooi. Doe nog maar een beetje. Doe eens even kijken, want wat ze er honger aan hebben. Ja, kijk. Een beetje draaien, de sleutel. Goeie. Oh, dat is wit. We moeten er even een beetje aan doen. Zo. Nog zin in chips, of niet? Worstenbroodjes. Ja, dat zou een paar van mij smaken. Ja, dat lukt meteen goed, hè. Goed, anders komt ze dadelijk niet de kerk in, hè. Of wel? Ja, dat moet ik hebben. Glimlachen. Nog een. Je bent er dadelijk maar zo in de kerk, zeker, hè. Goed zo, daar nog mijn papa's en mama's op de foto zitten, hè? Dat zou je wat zien. Sturen we die ook weer in. Goed zo. Hè? Die hebben al lang niet meer gewerkt. Hè? Hè? En nog één. Voor die paraplu nu. Hè? Goed zo. En nog één. Dankjewel. En dan slaapt ze de meneer met de paraplu omver. Ze heeft het dadelijk geen. Moeilijk, hè? Want de sleutel is een beetje omhoog. Hè? Ja. Beetje draaien, de sleutel.
Ja, goed zo. Dat is het beste, hè? Ja, dat had ik wel. Goed zo, kerel. Nou,
Welkom bij mij. We staan samen hier in die rij en zijn allemaal heel blij. We hebben nieuwe kleren aan, want we komen voor het eerste communie. Welkom bij mij. Ook papa, mama, broertjes en zusjes horen erbij. Wij zijn met z'n velen om dit mooie moment te delen. Welkom bij mij. Voor u allemaal, we bidden en zingen nu samen in de kindertaal. Welkom bij mij en kom erbij, want Jezus wacht op jou en mij. Welkom bij mij, altijd weer rond de tafel van de Heer. Welkom bij mij en sta niet aan de kant, wij zijn met velen en reiken je de hand. Welkom bij mij en kom het huisje in, maak met ons samen een heel mooi begin. Thank you.
Uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus. Op een dag waren er nogal wat moeders naar Jezus gekomen. Ze hadden hun kinderen en baby's meegebracht. Ze zouden graag hebben dat Jezus zijn handen op hun hoofdje legde. De hele dag was er veel volk geweest. De leerlingen dachten dat Jezus wel moe zou zijn. Ga naar huis, zeiden ze tegen de moeders. Jezus heeft geen tijd om met kinderen bezig te zijn. Tegen hun zin in liepen de vrouwen weg, maar daar begon een baby te huilen. En de andere baby's begonnen toen ook te huilen. Jezus keek op. Stuur die kinderen toch niet weg, zei hij tegen zijn leerlingen. Kinderen zijn zo lief. Ik wil dat ze allemaal bij mij komen, want ze zijn allemaal welkom bij mij. Ach, volwassenen zouden zo eenvoudig moeten worden als kinderen. Kom terug, riepen de leerlingen naar de vrouwen. De kinderen lieten de hand van hun moeders los en liepen naar Jezus. Jezus keek eerst naar de baby's die nog huilden. Hij nam ze één voor één op zijn knieën. Ze keken hem met grote ogen aan. Jezus zegende al de kinderen, klein en groot. Toen nam hij een peuter op zijn schoot. Jullie moeten allemaal weer worden als deze kleine jongen, zei hij tegen de mensen. De leerlingen waren weer verwonderd. De hele dag had Jezus met de oudere mensen gesproken. Nu had hij alleen nog tijd voor de kinderen. Het werd laat en de moeders wilden eigenlijk toch terug naar huis. En de kinderen lachten nog eens tegen Jezus. Zo spreekt de Heer. Ik geloof in God de Vader, die alles heeft gemaakt, dag en nacht, hemel en aarde, de zon, de maan en de sterren, bomen en bloemen, dieren, vogels, vissen en de mensen. Ik geloof dat Jezus ook wil dat we allemaal welkom zijn bij elkaar. Ik geloof dat u vrede wilt en geen oorlog, vreugde en geen verdriet, en dat u altijd bij ons zult zijn met uw goede geest. Welkom bij mij, zegt Jezus, en hij opent de kerkdeuren voor iedereen. Daarom willen we met alle mensen, groot en klein, hier aan zijn tafel zijn. Om samen te bidden dat het voor allemaal een mooie feestdag wordt. Laat ons bidden. Heer onze God.
Voor mama, papa, broertjes en zusjes, familie, vrienden en bekenden. Voor meneer kapelaan en alle juffen en meesters die ons geholpen hebben. Welkom bij mij op dit communiefeest. Laat ons bidden. Heer onze God, wij bidden u van ons. Jezus zegt ook. Welkom bij mij. Welkom bij mij, zeg ik tegen alle vriendjes en vriendinnetjes. Tegen alle kinderen van mijn klas, van de scholen uit de buurt. Dat wij niet lang staan, met en naast elkaar mogen spelen. Laat ons bidden. Heer onze God, wij bidden u van ons. Jezus zegt ook. Wees welkom bij mij. Voor alle mensen, dat ze goed omgaan met de wereld waarin we leven. De dieren en planten, het water en de lucht. Dat wij en de kinderen na ons hiervan kunnen blijven genieten. Laat ons bidden. Heer onze God, wij bidden u ver voor ons. Jezus zegt ook. Wees welkom bij mij. Welkom bij mij voor alle familie en mensen die niet meer bij ons zijn. Waarvan een sterretje flonkert hoog in de hemel en neerkijkt op ons feest. Wij zullen altijd aan hem blijven denken. Laat ons bidden. Heer onze God, wij bidden u van ons. Jezus zegt ook. Wees welkom bij mij. Voor alles en iedereen, niet genoemd ziek of gehandicapt, oorlog en vrede, zwart en wit, dat we altijd tegen elkaar blijven zeggen. Wees welkom bij mij. Laat ons bidden. Heer onze God, wij bidden u van ons. Jezus zegt ook. Wees welkom bij mij. En bidden wij vandaag ook speciaal voor de ouders, broertjes en zusjes van de kinderen die reeds overleden zijn en nu bij de Heer in de hemel vertoeven. En dat is voor Ingrid van Berlo, de moeder van Stan. Legi Poels, het broertje van Casey. En Giovanni Robben, de broertje van Cheyenne. Laat ons bidden. Jezus zegt ook. Waarom is het altaar zo feestelijk versierd? Wordt vandaag soms een feest gevierd? Ik weet niet of je weet wat feesten zijn. Maak de tafel gereed en schip de stoelen erbij. Waarvoor zijn de kaarsen? Waarvoor zijn de kaarsen dat vriendelijke licht, een vlammetje van vreugde op ieders gezicht? Die kaarsen die branden voor jou en voor mij. Die kaarsen op tafel maken mensen heel blij. Waarvoor zijn die bloemen zo vrolijk van kleur? Kan er een feestje met bloemen voor kleur? Die bloemen die staan er voor jou en voor mij. Vandaag is het feest aan de boel van bloemen erbij. Waarvoor is die beker gevuld met wijn? Kan er soms iemand met dorst hier zijn? Dit is de kerk vol met goede wijn. Door deze kerk wil Jezus bij ons zijn. Waarom is dat mandje en mijn broer gaan weer eten, mijn kleine met schoot? Dat zijn de was die zijn brood van hem is. Jezus zegt dat de hostie zijn lichaam is. Ja, in de communie van
zal Jezus bij ons zijn. Sing, you, Zoma. Sing.
vrouw kunnen we zien aan wat Jezus heeft gedaan. Hij riep de kinderen bij zich om ze te zegenen. Zo geeft hij ook ons zijn zegen. Heilige Vader, alle goede gaven hebben wij van u gekregen. Ook dit brood en deze wijn. We willen u laten zien hoe dankbaar wij u zijn. We geven u daarom deze gaven terug en vragen. Laat ze het lichaam en bloed worden van Jezus Christus, uw Zoon. Bij het laatste avondmaal ging Jezus met zijn vrienden aan tafel. Hij nam het brood in zijn mond en sprak een dankgebed uit. Toen deelde hij het brood aan zijn vrienden uit en zei: neem en eet hiervan gij af, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt. Ook de mensen die gestorven zijn, heten ze welkom in hun rijk. Wees een vader voor alle mensen die lijden en verdrietig zijn. Wees een welkome vader voor alle mensen op de hele wereld. Door Jezus uw Zoon doet u al deze dingen. Wij zien ze en we vinden ze nodig. Het zijn welkome geschenken. Daarom zeggen we nog eens: door hem en met hem. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schuld, zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven. En leid ons niet in bekoring, maar verlos ons van het kwade. De vrede van de Heer Jezus Christus zij met u allen. En laten we nu samen elkaar een hand geven als teken van een hartelijk welkom. Een teken ook van vrede en verbondenheid met elkaar.
En nu is het dan zowel jongens en meisjes, het grote moment van deze dag. Jezus komt voor de eerste keer bij jullie in je eigen leven. Thank you.
lichaam. Het lichaam. Het lichaam. Lichaam. Come on, that's it.
Dames en heren, goede God, wij danken u dat gij ons voor het eerst welkom hebt geheten aan die tafel. Natuurlijk bent u ook hartelijk welkom bij ons, bij alle mensen in deze kerk. Nu kunnen wij ons echt thuis voelen bij u. We zullen er alles aan doen wat gij altijd welkom bij ons zult blijven. Wij vragen u, blijf bij ons alle dagen van ons leven en geef ons uw zegen op onze verdere levensweg door Christus onze Heer. Amen. En laten we dan nu gaan luisteren naar wat wensen voor de kinderen de wensen hebben. Ik wens je twee stevige voeten om door het leven te gaan. Ik wens je twee stevige handen om anderen bij te staan. Ik wens je een mond om te lachen met vrienden die vrolijk zijn, maar ook om mensen te troosten bij tegenspoed en pijn. Ik wens je twee heldere ogen om te zien wat kwaad is of goed. Dan zul je altijd weten de weg die je volgen moet. Ik wens je een liefdevol hart toe, een hart dat mensen bemint. Maar vooral Gods zegen. Word heel gelukkig, lief kind. Samen met onze ouders, broers en zusjes hebben wij ons verheugd op deze grote dag. Een dag die ons nog lang heugen mag. Welkom bij mij. Mijn hartje staat open voor alle vriendjes en vriendinnetjes van mij. Samen deze dag te beleven maakt me heel erg blij. Welkom bij mij. Op school en hier in de kerk hebben we goed ons best gedaan voor dit feest en vinden het erg leuk dat jullie erbij zijn geweest. Welkom bij mij. Alle mensen die ons hebben geholpen, danken we met een lach. Dat we nog lang mogen genieten van deze mooie dag. Welkom bij mij. Beste mensen, nu wij aan het eind gekomen zijn van deze bijzondere plechtige viering, wil ik toch wel al die mensen bedanken die zich hebben ingezet voor het welslagen van deze feestelijke communiegebeuren. Op de eerste plaats natuurlijk de leerkrachten van de school De Liaar, die het beste beentje hebben voorgezet bij het onderwijs en bij de voorbereidingen. Natuurlijk ook een woord van dank aan de koster mevrouw Bruinen, die de laatste tijd meer in de kerk was dan tot ze thuis te vinden was. Het bestuur en de leden van de fanfare en de jeugdfanfare Sint-Cecilia voor een muzikale opluistering en bij het afhalen en de muzikale begeleiding naar de kerk. Dan wil ik natuurlijk ook danken de heer Nol Kuipers, die de kinderen muzikaal heeft begeleid bij het zingen van een liedje. De fotograaf en natuurlijk ook de cineast Harry Kuipers. En natuurlijk niet te vergeten de ouders. Zij hebben zorg gedragen voor de liturgie van deze heilige mis en de versieringen in de kerk. Het heeft heel wat uurtjes gekost, maar het mag dan ook wel gezien worden. En natuurlijk ook een woord van dank aan de drukkers van het voortreffelijke boekje. En dan natuurlijk al die mensen, en het zijn er heel veel of te veel om hier op te noemen, die op een of andere wijze mee geholpen hebben om deze dag tot een onvergetelijke dag voor de kinderen te maken. Allemaal in oprecht en welgemeend hartelijk dank. En we kunnen dit misschien het beste onderstrepen door het klaterende applaus. De Heer zij met u en zegene u de Almachtige God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Thank you.
Ik heb even een toren trekken. Hè? Ja. Daar heb je al een dikke kind dan, hè? Die een rokkenboer genomen. Nee, een rokkenboer is dan een trek. Oh ja, dat is wel een